van harte, goeiedag. We zijn er weer live vanuit de Nationale Assemblée. En geloof me, de veiligheid is supergoed hier, want we hebben zoveel politieagenten gezien. En de DNA-leden dus, kunnen dus dan gewoon netjes weer vergaderen. Maar goed, dat is niet het onderwerp voor nu. We gaan praten met de heer Aziz Gayadin over de ontstaande situatie in ons land. We hebben nodig dat er rust is in Suriname. We moeten allemaal samenwerken, zoals de president daarnet gezegd heeft via DTV. We moeten allemaal werken aan die rust. Meneer Gayadin, hiermee starten wij dus dan dit gesprek. We moeten allemaal werken naar die rust. Hoe kijkt u naar de ontstaande situatie in Suriname nu op dit moment? Nou kijk, je hebt twee delen. Eén is als er onvrede is in een samenleving en men wil dat tot uiting brengen. Daar zijn er altijd, laten we zeggen, methodes en hoe je dat tot uiting brengt. Dat is dan een probleem. Integendeel, dat is juist goed. Dat houdt een regering wakker, weet je. Bestuur ook wakker. Tak, jere wansan negoboen of koolukin trafasi. Dus. Maar wanneer er sprake is van criminele daden en om aanslag te plegen op onze rechtsstaat, dat is onkan. En dat is wat ik denk dat wij als totale samenleving afgewezen hebben en nimmer mogen toestaan zoals dat gebeurd is afgelopen vrijdag. Ik denk dat dat van belang is. En daar hebben we uit onze veiligheidsdiensten, als we die evalueren, mogen zien dat het nooit en te nimmer mag voorkomen dat men situaties die al daarvoor enigszins bekend was, dat er kwaadwilligen bezig waren, dat dat toegelaten wordt. En jammer vond ik die dag ook, ik zag, natuurlijk is het altijd goed om te verslaan. En laten we zeggen, journalisten zag ik overal vastleggen. Maar ik denk dat wij als collectiviteit, zoals daarnet aangegeven, ook een verantwoordelijkheid hebben. En onze verantwoordelijkheid direct ligt niet alleen op het vlak van verslaan, maar ook weet je, bijdragen dat wanneer zaken zich voordoen die niet goed zijn en Sanabo mag, weet je, dat we dat ook zo kenbaar maken. Waar is het misgegaan bij de journalistiek? Want dat wilt u uiteindelijk zeggen. Ja, waar denkt u dat het mis is gegaan? Niet mis. Ik zag op een gegeven moment, terwijl mensen aan het vernietigen zijn, dat op dat moment kenbaar werd gemaakt alsof mensen uiten zichzelf. Dat was geen uiting meer. Dat waren misdadige handelingen. En ik denk dat dat wel op zijn plaats. Ik denk dat iedereen daarvan leert. Kijk, Isabsanasani, Sranang, wij zijn eigenlijk een vredelievend samenleving. En ik denk dat wij natuurlijk dit soort dingen niet gewend zijn. En niets. Maar we zijn verrast geworden ermee. En ik denk dat we hieruit lering moeten trekken. En beter gaan opletten op onszelf ook. Weet je, dus dat hoe doet dus. Hoe kote kon. Een hard begin van precies direct dat we afwijzen. Ja. En ik denk dat dat gaat komen. We moeten dit voorkomen, dit moet niet meer gebeuren, zegt u. Hoe kunnen wij dit voorkomen? Want kijk, eigenlijk zouden we dit wat we al hebben gehad aan de WIMPSA. Maar mensen geven aan dat er zoveel signalen zijn gegeven. Mensen hebben geprotesteerd, zoals met kleine groepen. En totdat dat ding groot is geworden en we hebben dit gehad. Wat we eigenlijk niet moesten hebben. Had de regering eerder geluisterd naar de mensen, hadden we dit niet. Hoe reageert u op dat argument van mensen? Nee, kijk, nogmaals. Laten we wederom benadrukken. Mensen die vredelievend, of tenminste hun uiting tot
brengen, zich uiten, toch, aan vrede, daar is er geen moeite mee, daar is er geen probleem mee. Je mag hard zijn, ik bedoel, protesteren. Maar waar het om ging, is dat we zagen dat er kwaadwilligen daartussen waren, misschien een honderden daartussen, die andere bedoelingen hadden. En dat is wat niet kan, dat is onkan. En dat heeft zelf weerslag gehad op de positieve kant van, laten we zeggen, de acties. Maar goed, ik heb altijd dit gezegd en daar blijf ik bij. Er zijn altijd instituten en methodes om goed in overleg te treden. Welke groep dan ook. En ik heb altijd van hier, op basis van mijn verantwoordelijkheid, de regering ook opgeroepen om steeds in overleg te treden. Want dat is, het kan niet anders. Broeder, if we want your verandering kom, wabif takan amakandra, wabif communiceren amakandra. En ik heb toch net ook aangegeven, er zijn dingen die, waar de regering goede intenties heeft, maar in de uitvoering zien we dat het traag loopt. En, welke dingen zoal? Dat was net aangegeven toch, de kwestie van sociaal vangnet. Laten we eerlijk zijn, dat is wat die mensen nodig hebben. Toch? En je kan niet als minister vorige week aankondigen, bijvoorbeeld, dat het vorige week zou starten. Oké, het is verschoven naar gisteren maandag. En gisteren kon men weer niet starten. Dus dan kunnen er duizenden redenen zijn, valide redenen. Maar ik vind dat in de uitvoering wij, vooral met dit soort zaken, toch om rekening aan een samenleving. Want een samenleving is betrangbaar. En in elkaar dan stel bepaalde zaken uit. Dus wij gaan meer efforts erin moeten stoppen. Ik bedoel, ik heb vaker binnen de overheid hoor. Ik bedoel, mina lantima ook toen bij de programma's gedraaid. Van of je het noemt. Brandstof, ransonering toen bij NH, weet je, brandstofbonnen moesten gemaakt worden. We hebben dag en nacht gewerkt, begrijp je? Om als we iets willen bewerkstelligen als samenleving, als overheid, dan gaan we dag en nacht werken. Maar dat soort opstellingen, het lijkt alsof tegenwoordig binnen die ambtenarij we dat missen. En daar moeten we verbeteren in komen, ja. Gesproken over de samenleving, want de van ghetto bij die tapastraat, die echte. En nu moet er gesproken worden met de mensen van de ghetto-buurten, zoals ze dat uiten of zeggen. Maar de regering praat niet de taal van de ghetto. Dat geeft mij aan. Nee, dat ik de mij verstaan nu. Toch, ook vanuit de Nationale Assemblée, de Mavintak, weet je, jullie praten niet de taal van die mensen, zodat die mensen jullie kunnen begrijpen. Heren, mina Veldman. Ik bedoel, men kan duizend zeggen, ik bedoel, mina overal midden. Of naar ghetto, of naar waspe midden. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, Allah. If I go on my communicatie, dat is er een man, moest man begrijpen dat de situatie op de, toch, is dat op de schreef, no. In een man, go naar een lange tak je tang, subsidieer alles aan. En ze kan subsidieer wel, naar de man ze hebben van nodig. Toch? Dus dat. En dat naar hertransformatie moest komen. Een change moest komen van in plaats van je te subsidiëren alle man, want dan maak je een voorbeeld, bijvoorbeeld a benzine. Normaal, je subsidieert een man die een rea begiwagi. Ik heb geen probleem met een begiwagi, maar een man die een rea begiwagi. Maar je subsidieert ook een man die een plezier vaartuig,
toch? Tapa water aan, dan een waterscooter. Je subsidiëren, maar dat ook. De elite. Bijvoorbeeld, dat mag. Maar laat men dan ander bedrag betalen ervoor, toch? Dan die kleine man die op zijn bramfiets naar het werk moet gaan. Dus vijfjarige transformatie daar. Atentie dat moest komen. Dus de ghetto, alles maar moest sabi dat hier atentie ik kon ja. We chara apres go bijvoorbeeld op algemeen niveau, lek va asan de grondtapu toch in plaats van oligua Frans Guyana of Guyana. Ko sorgu tak apres na sem. Maar de mensen hebben trangen, toch? De man dat moest man vinden, want je stond je, want je ondersteuning. En dat moest gewoon snel opgaan. En dat na sani pe, misschien als hij gaan langer, als hij niet kon. En om dat zo ook toe, hè? En om dat ook zo ook toe, hoe dat kan zo ook toe. Dat jij je ondersteunt. Maar vaak ondersteunen go. Hij gaat al langer, weet je, dus ja, trouwens, jongman, zaka doe een roko tuto. Maar te doe een roko, en dat na, te je dat op een hossel, en je doe een roko, dat je kies een monitor, in manko uitnangen ook toe. Dus dat is een trapvisie van een medaille, ik kan taki. Dus, en de zand dat moest komen, en zij. Zij hoor een situatie dat achter, na koersontwikkeling toch? Je ziet dat een koers in Waka. En dat na fight zijn we fight nu. No. Ik bedoel, zo dat met dat ook toe. Als dan nog kan, dat de centrale bank het doet, bijvoorbeeld. Once je play mooi boy, dat je dat IMF, minom interveneert, dus minom doet niks. Maar trouwens, je hebt money in omloop. Toch? Dus dat een koers in Waka. Dus een soort change dat moest komen. En dat na een sami actie dat Granlanti moest handelen snel. Ja. Omdat natuurlijk een volle viering en om jou een verandering kon je nemen. Ja, je praat over het afbouwen van subsidies en de kleine man opvangen. Maar zou je zien, meneer Gajardin, om eerlijk te zijn, de subsidie die we bouwen, die afwerkelijk. Maar per de chima moest worden opgevangen, nee, op gang. Zou dat niet eerst gedaan moeten worden voor regel dat die fos weer bouwt de subsidie af? Hoe kijk je tegenaan? Dus dat, kijk, tangan nu, en dat zijn in de afgelopen, ik kan tak de afgelopen jaar, anderhalf, hoe dan subsidieer? Toch? Met jouw voorbeeld, brandstof. Ja. Bij, op een gegeven moment zelf 450 miljoen SRD in Wamu. Je kan subsidiëren, maar eigenlijk in een paar volk. Want je paaien, als je man, ik denk weinig, bijvoorbeeld in een bromfiets, maar intussen tijd, je hebt trouwens in af bij epi. Dus je leert dat een pissie voor registratie, voor identificeren als je man. Sneller. Nou, hier grondtapu nu zulke makkelijke systemen de. En een registratie kan go vallig snel. Maar dat nam mijn PC samen in mijn leverkritiek die maand in mijn spreekbeurt bakka. Van aan de kant dat sinds vorige week een registratie boronde af of aan start. En we zien dat is de abo begin bakka. Als aan het begin eten. Dus is de mijn president ook toe. Naar een zaak af als hij is abi. Vroko tap apisi dati. Als na de aaneti om vroko, kom met apisi dati dan omdoen. Ja. Even terug op naar ons item. Falkachara Rusko in Akondre. Want kijk, op dit moment, als je in de binnenstad van Paramaribo bent, meneer Gajardin, zo scoot je China's Rudati. Voor bepaalde mensen is het leuk, want die mij vierde veilig. Maar anderen worden ook, die gaan mij schrikken tegen de soort sandati. En dat geeft het gevoel van, hé, een veiligheid nodig gegarandeerd. Toch? Hoe kunnen wij de rust terugbrengen? Hoe denkt u als parlementariër, van de grootste fractie in het parlement, van Okachara rust komen? Want er heerst een onrust.
Ja, nee, ik denk dat het duidelijk moet zijn. Natuurlijk, like van Takinto, jouw vredelievende samenleving of valk rustig volk samenleving. Ineens word je opgeschrikt met zoiets. Met een stelletje, ook misdadigers ertussen, die dan eigenlijk een aanslag plegen. En dat is niet wat die samenleving verwacht en gewend is. Dus er is een schrik-effect in die samenleving. En ik denk dat veiligheidsgevoel met zoals dat getoond wordt, dat de veiligheidsdiensten alles onder controle hebben. Dus dat is aan dat boom. Als aan zo lezen, hij kan overmatig over, maar het moet terugkomen. Dus dat is een belangrijk aspect. Atra aspect nou, wij moeten zo snel als mogelijk overgaan tot normalisatie. En normalisatie, dat dus terwijl we in dialoog met Taki, dat tracy om man produceren makkelijk. Want ik kan tak duizend, if je niet verdient, je niet produceert, je niet jang. Toch? Dus om zorgen dat de economie begin wakker zo snel als mogelijk. Want ik kan tak jouw probleem de. Dat we dan een probleem en dat we dan tak over een probleem. En we dan tak over een probleem, we taki en we doen een probleem. We gaan dieper en dieper in. Dus om een oplossing te komen. En wat we produceren, wat we zorgen dat de economie komt op gang. Want dan noemen we kan zorgen dat allemaal kan vernomen de hoek toe. In alibi. Oké. De protesten, hè, de man bij Contapstraat, omdat verhoging voor benzineprijs, verhoging voor akkoord, tenminste akkoord, je gewoon look toe, alles zoals dat. Maar na een protest, om het aan Nipsa, ik heb niets gehoord vanuit de regeringskring, het perimataki. Weet je wat, dit is gebeurd, we zullen bepaalde maatregelen even aanhouden, of tenminste bepaalde maatregelen zou komen, uno dumoro. Weet je, dat, zodat er een soort van tegemoetkoming is naar de samenleving, om te zeggen van, hé, jullie hebben een signaal gegeven en wij reageren hierop. Dat hebben we niet gezien. Nou, ik denk dat gisteren de president aangekondigd heeft, met betrekking tot de regering zelf. Ja. Dat er een aantal maatregelen getroffen wordt. Bezuinigingsmaatregelen. Dat is vanuit de regering. Ja. Dus dat leeft sinds sedert vorige week. Ik weet dat speelde. Anderzijds, het is wel eens. Een pissifu brandstofprijs bijvoorbeeld. Ik vind dat je toekeuze. Wanneer je dan subsidieert door, toch? Dat is een brandstof goedkoper, maar intussen tijd jullie Grand Land druk money, pot money, akkoord zijn tankering, dat zijn doen no doen. Ja. Dus liever is zorgen dat de prijs de marktconform, toch, like van AMD, maar je vangt dus maar snel op. En dat papisi dat hij me denkt. Het is wel eens die manting nog met actie aan de regering voor naar alle haas voor rokota papies dat hij. Ja. Ik denk dat gaat maken dat wij dan mensen goed kunnen opvangen. En je abi in het begin dat goed ik ja een deel voor de mannen vangen op. Maar langzamerhand om perfectioneren het systeem en om wakker te komen. En zorg dat ik man kan vangen op boem. Okay. Toch wel over Paquito, meneer Gayadin. Meneer Paquito, met hem heb je dus dan in de tijden van Bouterse, Wakanangama samen, Vergaderangama samen, Hoorprotest samen. En nu doet hij dat ook weer. En die man is opgepakt om eens maar in een samenleving vindt dat, weet je wat, die man was voor een vreedzame protest. Asango mis. En hij wordt dus dan verantwoordelijk, als we kijken naar de laatste legging van vandaag, dan wordt hij verantwoordelijk gesteld zelf voor die vernielingen en die plunderen. En dat is maar go plunderen en zo zijn dat. En mensen hebben hun mening daarover. Hoe reageert u daarop? Nou kijk,
Alasma Moussaoui, met betrekking tot je handelingen, toch? Kijk, als je leider bent, en of je wil leider uithangen, moet je wel je binnen een maatschappelijk proces hè, in overzien en in man staan in voor de consequenties. En ik denk dat er een onderzoek gaande is. Ik kan niet oordelen. Ik ben geen rechter. Maar er is een onderzoek gaande in hoeverre betrokkenheid van wie dan ook in het geheel. Want ik van president Takin nooit aan elkaar dat man ik kon aan Molokov, aan alle soort sanitiaso, aan benzine, probeer ik bron gebouw. Dat is geen protest meer. Ja, maar moeten we Pakito verantwoordelijk daarvoor stellen? Want nu weten we, daarom vragen we dat die onderzoeksinstituten hun werk doen. En zij zullen kunnen oordelen, niet wij, of hij iets daarvan wist, afwist of niet, welke handelingen wel stimulerend was, welke niet. Dus ik heb vertrouwen in ons rechtssysteem. Ik zou het overlaten voor ons rechtssysteem om hierover te oordelen. Ja. Maar vind je terecht dat hij aangehouden is geworden? Nou, ik heb vertrouwen in het rechtssysteem. En ik denk dat er onderzoek moet plaatsvinden. Maar je zegt me niet als je het terecht vindt of onterecht vindt. Nee, omdat anders dan mag je een waardeoordeel. En dat no boom. Omdat je nou mag je een waardeoordeel tegenover alle informatie. Je kan voor je persoonlijk, op basis van de beelden, zei ze, je kan dat gewoon zijn niet, maar dat is... Wat hij nou aan doet? Nee, ik denk dat laten we juist onder deze omstandigheden, als we fiti, abo moroboom, dat kogeding instituten aan ruimte voor de Europa. Hoe zie je Suriname verder gaan? We gaan afsluiten. Hoe zie je Suriname verder gaan? Nou, ik denk dat we, als we gezamenlijk onze efforts instoppen en uit deze situatie geraken in de zin van dat we meer inkomsten halen, like van mijn presenterend idee, die samenleving, uit de sectoren PUD actief en wij die samenleving goed kunnen opvangen, dat we dan veel verder zullen komen. En we zien dat multilaterale instellingen ook hun bijdrage willen leveren, ondersteuning willen geven. En dat we uit onze schuldencrisis eruit zullen komen. En uiteindelijk met productie, of het nu olie is of goud, weet je, dat we eruit zullen komen. Kritisch hoor, heel kritische vraag. Men geeft aan dat VAP nooit meer terugkomt. Het beleid dat jullie voeren is gewoon niets. En jullie komen nooit terug meer in het machtscentrum. U lacht erom. Ja, ik bedoel, ik ben ook op het veld. U zegt kritisch. Er zullen altijd mensen zijn die anders ernaar kijken. Maar er zijn ook velen die ook anders ernaar kijken. Ik bedoel, ik kom ook op het veld, ik kom overal en ik vang ook kritische geluiden van personen, maar als je met de mensen praat en uitlegt waar we staan en hoe het staat en welke richting we op gaan, zie je ook een andere houding. Ja, wie komt terug? Natuurlijk zullen we... Natuurlijk zullen we terugkomen en natuurlijk zullen we die samenleving blijven informeren en er is, welk alternatief heb je dat bijvoorbeeld, willen we weer voor die vernietiging gaan die NDP in het land bewerkstelligt? Willen we daarvoor gaan? Ik denk niet dat die samenleving daartoe bereid is. Dus, het is VAP. Hetzelfde, ja. Dankjewel, meneer Gerdy. Graag gedaan. Ja, en dat was onze... Hij zegt dat ik het moet zeggen, zelfverzekerd. De zelfverzekerde meneer Gayadin over de terugkomst van de VAP in 2025. Hij zegt de VAP komt terug in het machtscentrum.
Dankjewel voor het willen kijken. Na dit, over 5-6 minuten, praten we met Melvin Bouva van de NDP over de ontstaande situatie in Suriname. Tot later. Yeah, respect. King, le bigala de bousi konjo mau mang de moite. Yeah, yeah. Sweet dilly bit fujo mang na de meke. Yeah. Wakalo tute nego mi changa wango dolo mang. Chai libi moyanga yo. Na teke yu libi fupa chaganda. Na lo chai mo feke bagafa. Na nyamo feke pikisiba. Inyo sutolio ya muteke fugyanga yu macho waganda. Na fito yu mati moisefi inoiti. Bala wakate nego mi changa wambusi konjo mana. Ya mumeke sanyange, na meke sanyange, na meke sanyange, malobi human. Noiti ya mumeke sanyange, na meke sanyange, na meke sanyange, lobi human. Saide meke yushi milayan misi donso. Go tapuli be fandi deifu deino. Ten lobi wasa maija kusumi. They hang on it in a poisy be. That they make them suck one for me. One get figgy me. Me fit all a moy came your sudata. Lord, they hang on nature, me hang a basasam. Bala wakante, nego mi janga wambusi konjo man. Yeah, mu make a sanyangeng. Na make a sanyangeng. Me no make a sanangeng. Me no make a sanangeng. Me no make a sanangeng.